Hoi allemaal en welkom bij 5 minuten muziek met Freek. En vandaag gaan we binnen 5 minuten een nieuw liedje leren over houthakkers. Doen jullie mee? Deze week muziek met Freek. Als je het lekker warm wil krijgen thuis, dan moet je even goed stoken. En vaak heb je om goed te stoken hout nodig. En waar haal je dat? Natuurlijk in het bos. Net zoals de echte houthakkers. We gaan eerst het bos in, dan gaan we een boom omver zagen. Dan gaan we die grote stukken hout gaan we hakken in kleine stukjes. Al die kleine stukjes hout, die moeten we gaan stapelen. En vervolgens gaan we stoken, zodat het lekker warm wordt hier in huis. En eigenlijk hoef je alleen maar het begin van het liedje te kennen om het hele liedje mee te kunnen zingen. Ik doe hem één keer voor. In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Zagen telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? Dat was het al. Oké, ik doe hem nog een keertje en probeer maar een beetje mee te doen. In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Zagen telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? Hebben jullie gehoord waar wij voor zorgen? In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor... Ja, hout. Oké, gaat ie nog een keer. Zing maar met me mee. In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Zagen telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Zagen telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? Yes, dus we hebben zagen, maar naast zagen hebben we ook hakken telkens weer. Wanneer stopt het toch een keer? En na hakken krijgen we stapel telkens weer. Wanneer stopt het toch een keer? En hebben we alles gestapeld, gaan we aan het einde stoken. En dat klinkt zo. Stoken telkens weer. Wanneer stopt het toch een keer? Daar gaat hij dan van begin tot het einde. Het hele liedje. En ik help je een beetje, want hier kun je zien wat we zingen. Daar gaat hij. In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Zagen telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Hakken telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Stapel telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? In de winter is het koud, daarom zorgen wij voor hout. Stoken telkens weer, wanneer stopt het toch een keer? Nou nu, dat was hem alweer. En vond je het nou lastig, dan is dat helemaal niet erg, want je kunt het filmpje gewoon nog een keer kijken. Doei!